Barry en Laura hebben het duidelijk naar hun zin op deze beelden gemaakt in Café de Sportcentrale in Nijmegen. Maar Barry krijgt vlak hierna ruzie met een man uit Beuningen. Die haalt thuis een groot vleesmes op en steekt meerdere keren bruut en dodelijk op Barry in. Moord, meent het Openbaar Ministerie. Maar de rechtbank en het gerechtshof komen tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS voor doodslag. Wettig en overtuigend bewijs dat de dader een vooropgezet plan had om te doden ontbreekt. Tot verdriet van Laura, die haar man verloor. Het is goed uitgelegd waarom ze dat niet zo konden doen. Maar het voelt voor mij gewoon als moord. Ja. Hij gaat niet voor niks naar huis om een mes te halen en komt vervolgens weer terug. Het is afschuwelijk voor de weduwe wat hier gebeurd is. En ik kan me heel goed voorstellen dat zij het heel moeilijk vindt dat dit niet juridisch als moord wordt beschouwd. Maar ja, als rechter heb je toch de wet toe te passen. Thuis een mes ophalen is dus geen bewijs voor moord. Het kan ook voor bescherming of bedreiging gebruikt worden. Bovendien wordt vastgesteld dat de dader een ernstige persoonlijkheidsstoornis heeft en zijn daad beging in een opwelling. Dat hij uit frustratie en niet zozeer uit een vooropgezet plan deze daad heeft begaan. En dan kom je uit op doodslag. Tot op de dag van vandaag wordt de getraumatiseerde Laura geplaagd door nachtmerries en herbeleving van wat ze zag in de nacht van 30 april 2017. In haar spreekrecht heeft ze de dader nog duidelijk proberen te maken wat dat voor haar betekent. Welke straf jij ook krijgt, ik heb levenslang.